We staan hier bij Peter Pothof, de voorzitter van het stembureau in het gemeentehuis. Hoe gaat het momenteel? Nee, het gaat hartstikke goed. Ik heb hier een leuk team. Ze werken gewoon weer lekker hard. En we hebben net de 114e stemmer binnen gehad. Nou, normaal moeten hier zeg maar rond de 1200 mensen komen stemmen. En omdat we nu al 2 dagen verkiezingen gehad hebben, denk ik dat we rond de 800-900 gaan eindigen vandaag. En hoe zijn de afgelopen 2 dagen gegaan? Maandag weet ik niet. Nou, het waren er zeg maar 200-300. Dat heb ik van mijn collega gehoord. Maar gisteren had ik er zelf hier tegen de 800. Okay. 9 uur sluiten we. Dan pakken wij snel onze spullen. Wij moeten hier boven gaan tellen. En dan wordt deze ruimte omgebouwd tot verkiezingscafé. En dan komen de plaatselijke partijen komen even een hapje en een drankje doen. In de afwachting van de uitslag.